Goedemorgen, welkom bij deze vlog 58 en we zijn weer wakker. Lucilla die zit hier alweer lekker te spelen, ik heb de kinderen alweer aangekleed. Met de muziekjes. Met de muziekjes en Luan ook. Luan gaat een echt muziekje opzetten, hè? Ja, goed. Ja, mooi. En Daniel die zit in de keuken alweer. De vlog is ja. Hey, nou is hij weg! Wat ben je aan het doen? De vlog van de iPhone aan het afhalen en de iPads en de andere weg. iPhone. Oh, ik ben nog in mijn badjas, dus ik moet me zo nog aankleden. Oh jee, hij ligt in de la denk ik. Moet me even kijken in de la. Mama, even. Nou, hij is niet meer. Hier, kijk, hier is de cd. Oh. Alsjeblieft. Daar is die. Daar is die. En ik ga even ontbijt maken en ik ga iets met kwark en aardbeien maken. Nou, we hebben nu dus lekkere kwark, Lua. Hallo. Kwark, hallo. Ik ben weer. Is weer, ja. Ik ga dat de lepel doen. Ja. Ja, en we doen hier dus ook door deze kwark doen we deze voedingspoeder er doorheen. Met allemaal bouwstofjes voor extra aanvulling. Dus aanvullende voeding. Ja, dat kan. Nou, Luan, doe die er maar in. Bombas. Ja. Bombas. Zo. Nog niet. Bijna. Nog een schepje. 204 minuten in de upload. Goed, dat is genoeg. Okay. Zo. En nu doen we er een klein beetje honing doorheen. Nee, Luan. Zachtjes. Klein beetje. Ja. Hier in het midden. Hop. Hop, dat is wel een beetje veel. Gaan we even roeren. Roeren, nee, Luan. Oh, tuurlijk, Luan. Puppy, we zijn hier. Hallo. Snijden. En dan doen we een beetje cadeaupoeder bij. Ja, meelmoeder bij. Meelpoeder, laat hij maar erin zitten. Oh. Deze waren er ook nog, dus deze maken we eerst even op. Niet deze! Ja, Homer. Oh. Ja, Homer. Deze? Nou, taart is er dan. Deze? Gaan we lekker even ommaken. Het is weer ons 9:10. Time flies. Vanochtend even werken. Wat gaan we vanmiddag doen dan, Lua? Naar. Waar gaan we heen? Zwembad. Oh, gezellig. Vanochtend even werken. Middag naar het zwembad. Nou, dit is onze Nederlandse ontbijt. Even zien wat er allemaal in zit. Met een lekker kopje kruiden en thermo daar. Oh, Lua, wat denk jij? Een lekkere duifjes met zand. Ja. Dat is lekker. Het smaakt een duifje. Nou, Lucilla ligt weer lekker in bed en ik ben inmiddels met de lunch bezig. En ik ga weer een lekkere salade maken, een van mijn favorieten.
En ik ga een Instagram foto hiervan maken. Dus daar, vandaar dat ik het ook allemaal even mooi vind. Trouwens geen foto, een klein videootje. Dus vandaar dat ik het even allemaal de ingrediënten op het plankje heb gelegd. Als je dus wil zien hoe dat eruit ziet, check even mijn Instagram. Je kunt me vinden op F. Bellinga. Dit is onze lunchtip. Maar wat ik al even wilde vertellen is, ik doe er al sla in. Maar als je sla heel klein wil maken, wat ik dan altijd doe, even een tipje tussendoor, is gewoon de sla knippen. Kijk. Mama, doe even door. Nee, mama, dat is gevaarlijk, hè? Kijk, zo kun je dus heel simpel hele kleine stukjes van je sla knippen. Dus ik ga een salade maken van dadels, rozijntjes, wat kaneelpoeder, wat sesamzaad en tomaat en komkommer en sla. En dan met een olijfolie. Sausje er doorheen, zeg maar. Dus dat gaan we lekker eten als lunch. En nog even een tipje tussendoor. Ik had dus iets te veel sla voor de salade. Dus ik bewaar het dan de salade wat over is in een zakje. En dan doe ik er een beetje citroensap doorheen. Zo blijft de kleur van de sla, zeg maar. Oh, even met één hand doen. Zo blijft de kleur van de sla mooi. En omdat er in citroensap antioxidanten in zitten, die beschermen tegen vrije radicalen. Dus dat je sla bruin en viezig wordt, zeg maar. Zo, wat ben jij nou weer? Ben je in de wippen gaan zitten? Dat is toch niet voor jou? Hé, Boefie. Ben je ook een kleine baby? Huh? Nou, oké. Dus dat was even de tip tussendoor. Als je te veel sla hebt, bewaar het in een zakje. En doe er een klein beetje citroensap overheen. Zo bederft het niet zo snel. Wordt het niet zo snel bruin. En houdt het een mooi kleurtje. Nou, ik was de salade aan het maken. En ik heb er Instagram... Een Instagram foto of video hebben we samen even opgenomen, hè? Van 15 seconden. Ja. Dus als je wil weten hoe deze 15 seconden kookvideo eruit ziet, check even Instagram F. Bellinga. Maar ik ben hier gaan zitten, want hier heb ik wat beter licht. En ik heb dus alles in de kom gedaan. Er moet nog een citroensap er doorheen. Ja, moet je ook wel. En nog. En nog een beetje olijfolie erdoor. Doe even live open. Zo. En dan, dan gaan we nog mengen. Gaan we eerst nog even een fotootje van maken. Ook weer voor Instagram. Ga je die uitknijpen? Goed zo. En dan is de salade klaar. Goed zo, stop maar. Goed zo, jongen. Goed gedaan. En ik drink er lekker warm water bij. Met citroen. En natuurlijk een rietje voor mijn tanden. Moet je trouwens wel zorgen dat het water niet te heet is als je door een rietje drinkt, dan verbrand je je mond. En met de citroen. Ja, en voordat we verder gaan, even een stilstaand beeld. Want weer heel eventjes de mededeling dat de vlog van nu, wat nu gaat komen, het geluid is heel erg zachtjes. Want dit is gefilmd met de iPhone van Daniel. En we zijn er dus achter gekomen met monteren pas, dat het geluid van de iPhone van Daniel gewoon heel zacht is. Dus die is niet meer goed of zo. Vandaar dat je dit ook weer gaat zien met een muziekje op de achtergrond. Omdat het geluid heel erg zacht is. Maar we gaan dus hier inderdaad in de auto op naar het zwembad. En dan heb ik een lekker zwembad uitje. Excuses voor het ongemak. Nou, we zitten lekker in de auto. Want waar gaan we naartoe, Luan? Nou, dat is heel enthousiast. En Lucilla die zit ook al lekker ingepakt in de auto. En ondertussen zijn we even aan het lunchen in de auto. We hebben weer rolletjes met worst en wat had je nog meer gedaan? Gouden kaas. En het is echt heel lekker. Dus we lunchen even lekker in de auto, zodat we meteen naar het zwembad kunnen. En lekker kunnen gaan zwemmen. Hè? We hebben er zin in, hè? Ja! Lekker.
En hier laten we het geluid wel even horen, maar zet je geluid van je computer of telefoon even ietsjes harder, dan kan je het misschien verstaan. Ik zal er geen muziekje onder zetten, zodat je alsnog wel het zachte geluid kan horen. De tatjeszalen, moeder, hebben we weer een vrijstelling vandaag? Ja, maar sport we dat er vanavond nog wel af dan in het zwembad? Ja. Ik ga wat bandjes zwemmen. Oh, oké, dan ga ik filmen. Dat is de challenge van vandaag. Vara challenge is vandaag jij, hè? Banen zwemmen in het wedstrijd. Ik bedoel jij. Ja, ik heb net al een uur gezongen. Ik zwem met de kinderen, dat is ook sportief. Een kusje voor de patat. Ze kopen hem altijd om. Nou, is smakelijk, hè? Ja. Doeg. Tot morgen. Ja. Tot morgen. Zou je het wel doen, moeder, zo'n patatje? Zou je het wel doen, moeder? Je bent net weer helemaal op je streefgewicht. Net weer helemaal op je streefgewicht. Is zo'n patatje verantwoord? Als je op zon echt waar? Dan kun je de verleiding weer staan. Nou, dan zoom je nou daar dichtbij. Dan heb je oogjes misschien voor de eerlijkheid. Oh. Wat is dat nu al? Sesamstraat. Oh. Wauw. Nou, Luan, gaan we bestellen. Hallo. Kan ik helpen? Luan wil bestellen. Wat wil je bestellen, Luan? Wat wil je bestellen? Patatjes met mayo. En een frikandel. En een frikandel. Oh, wat zeg je dan? Alsjeblieft. We moeten vanavond wel afzwemmen, Luan. Dat moeten we er wel af gaan zwemmen, hoor. Moeder, dat wordt 100 baantjes vanavond. Hé? Hey? 100 baantjes. Oh, ik heb honger. 100 baantjes. 100 baantjes. 100 baantjes. We gaan vanavond filmen. Dat is de challenge van vandaag. Tjaka! Tjaka! We gaan nu een handje schouwen. Heren, zegen deze spijzen. Lucilla? Wauw! Zo. Nou, privézwembad, hè? Ja, dat is een privézwemles. Kan die straks met de grote klas in de borst komen? Hey, Lucilla. Lucilla, dat is oké, maken. Die vezemles van mama. Wauw, Luan. Lange banen. Zo, goed man. 3 jaar en meneer kan zwemmen. Hey. Heel top. Top, top, top. Super de super. Ja, tuurlijk. Heel top. Geef zusje maar een kusje. Hé, hey, zusje een kusje. Ja, geef zusje een kusje dan. Zo.
gedoucht, geknipt, gewassen, geschoren en al. Vanuit de zwembad, zo week als een oude opa. Dus heb je rimpelige handjes? Kijk. Oeh, helemaal de rimpel. Zullen ook? Nou, het is laat. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe natuurlijk zoals altijd de duimpjes omhoog op de video als je het leuk vindt. En laat eventueel je reactie achter. Dat vinden wij heel erg leuk om te lezen. En vergeet niet te abonneren op Slank of Dit TV voor dagelijks nieuw video. Tot morgen!